tekenen van de tweede komst van Jezus Christus, de tweede komst van de Heer Jezus Christus zal plaatsvinden alsof iemand aan het dagdromen is. Het zal plotseling gebeuren en veel mensen zullen onbewust gepakt worden. In de schrift staat, want jullie weten zelf perfect dat de dag van de Heer zo komt als een dief in de nacht. Want als ze zeggen, vrede en veiligheid, dan komt er plotseling een vernietiging op hen, als weeënpijn op een zwangere vrouw. En zij zullen niet ontsnappen, 1 des. 5, 2, 3, les. Jezus Christus zal niemand vooraf inlichten voordat hij in de lucht verschijnt om zijn heiligen mee naar huis te nemen. We zijn ons allemaal genoeg bewust van de verrukking en de gebeurtenissen die daarop volgen. Jezus Christus zal zijn heiligen naar de hemel brengen, maar de ongelovigen zouden op aarde in de steek gelaten worden om door de duivel gekweld te worden. Erger nog. God zal de duivel en al zijn slachtoffers in het eeuwige vuur werpen, helle vuur. Daarom moeten alle mensen gevoelig zijn voor de huidige wereldgebeurtenissen die aangeven dat deze wereld op het punt staat om te eindigen. Alle mensen moeten proactief stappen ondernemen om kinderen van God te worden. We moeten Jezus Christus beleiden als onze Heer en Redder. Bidden, lieve Jezus Christus, ik ben me ervan bewust dat u elk moment van nu af... Aan zult verschijnen om de Heiligen naar de Hemel te veroveren, en ik wil ook verrukt zijn. Daarom heb ik berouw van mijn zonden en beleid ik u, Jezus Christus, bij mijn Heer en Verlosser. Ik zal u van nu af aan trouw dienen, schrijf mijn naam alstublieft in het Boek van het Leven en laat mij de Heiligen naar de Hemel verrukken. Want in de naam van Jezus Christus maak ik mijn verzoeken en amen.